Hey mensen, welkom bij de vierde van de Pokémon kaarten. En jullie zijn vast benieuwd hoe het nu staat. Nou, deze is heel goed, mijn. Er zijn voor deze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 doden, als het goed komt. 1, 2, en voor deze hebben we deze stapel. En die gaan we nu tellen. 1, nee, 2, niet tellen! 3, 4, 5, weet 6, toch dat 7, heel veel 7, is. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 zijn het er. Oh nee, niet 39. 40, 41. 41! Nu hebben we nog één soort, alleen de vechtsoort, waar onder andere monkeys in zitten. En twee energiekaarten, waardoor ze misschien nog kunnen winnen. Maar er komen nog hele betere en sterkere aan. En dan krijgen we deze schattige. En dan deze. En dan deze. En dan de olifant. En dan krijgen we de laatste twee kaarten. Als we deze hebben gehaald, hebben we verloren. Ja. Maar... het is nu Melkus Strong versus de Monkey. Jullie gaan dit gevecht meekijken. Zoals ik weer doe. Maar zien de die Monkey gaat best. Ik weet dat die gaat winnen. Ja. Maar de Monkey mag beginnen. Deze heeft nu 20 HP. Helft op deze is dood. Helft op 10 af. Deze heeft nog maar 20 HP. Deze is ook dood. Energy card, die is heel handig. Deze had er niks af, dus die is meteen dood. Deze had 20 af, deze is dood. Dood! Hoppakee, maar dan krijgen we de beste kaart van allemaal. Die is dood. Dus deze is meteen dood. Die ook. Deze had er 30 af, dus deze is ook 270. Deze is ook dood. Nee, die is niet dood. Hij had er 50 af. Oh, hij had er 50 af. Deze dus die is nog niet dood. Maar hij kan ook zo'n 150 inzetten. Ja, maar dat ja, mag niet. Dat mag niet. Dat mag niet. Maar hij zit zo bij zich. Er komen metaal en stenen naar hen toe. Waardoor schild ze rennen dan heel hard tegen de tegenstander aan. Waardoor die 50 HP eraf gaat. Dus deze kan nu niks meer eraf halen. Dus deze gaat hij bij de volgende keer dood. Hoppakee. Die van deze af. Deze heeft nog maar 260. Maar deze is dan energiekaart. Ja, energiekaart. Alweer. Weer energiekaart. En jullie gaan nu 3 versus dit. Rap. Jullie kunnen nu zien hoe Onyx vecht tegen deze. We doen het gewoon snel. Bam, dood. Bam, dood. Bam, dood. Bam, dood. In de Raptorwind. Hoppakee. De enige overgebleven waren nog de Indoraptor. De Indoraptor Kintu. De Monster Indoraptor. De Witte Tijger. De Baby Witte Tijger bedoel ik dan. De Witte Tijger. En de Ultra Witte Tijger. De Olifant. De Olifant zo. Hier moet zo. Het zo laten zien. Olifant. Hé, hey, stop, kap nou. Ja, ze kunnen het niet zien, hè? Niet heel goed. Zo. De Ultra Tijger kan je niet heel goed zien met deze donker. En dan hebben we nog deze twee trainers. Deze allemaal. Beter dan deze allemaal. En deze hebben dus als enige overgewonnen. Jullie moeten in de reacties vertellen welke daar moet achtergelaten worden. En Mirjam, jij wint deze kaart. En ik ga hem voor jullie uitleggen nu. Deze kaart. Het is de basis van evoluties. Maar de Witte Tijger 70 HP. Zijn aanval zijn kras en schattige ogen. De kras had er 30 af en schattige ogen 10. Maar de schattige ogen heeft iets speciaals. Door die ogen moet de tegenstander een beurt overslaan. De Witte Tijger wel. Doe een duimpje omhoog als jullie deze video's leuk vonden. En tot de volgende keer, hè? Zeg als we nog meer Pokémon kaartjes moeten maken. Doei! Hey!